Zeg, waar was je al die tijd? Aan het bakken. Ja, altijd werken. Ja, altijd aan het werk. Ja, altijd aan het werk, ja. Ja. Oh, nou, hallo. Ik weet, ja, er gebeurt hier van alles. Ja. Het is echt een beetje de hippie-tijd-show vandaag. Ja. Ja, de hippie-tijd-show, ja. En we hebben ze weer. Ze stonden weer voor de deur. We hebben er echt maanden om zitten zeuren, ja, en zitten inderdaad zemelen. Maar deze zien er ook weer overheerlijk uit. Ja. We gaan snel beginnen met... Oh, ja. We hebben een studio bomvol met artiesten. Ja, ja, ja. Maar met... Ja, eens kijken. De... hippies, de hippies singers. Humphrey singers. Ja. Mexico! Singers. Ja, echt geweldig. Ja. Nou, ik kan niet wachten eigenlijk, dus laten we snel doorgaan. Ja, laten we snel doorgaan met de show, want we hebben echt speciale gasten ook weer in de studio. Ja, natuurlijk. Onze eigen Irma. Weet je wel, Irma van de Gebouwtaal? Ja, en die heeft haar huisdier meegenomen. En ja?
Ja, ik weet het ook niet precies. We hebben hier al van alles in de studio gehad. Oh, dit is een olifant en nu een konijn. En onze eigen Irma met lief klein konijntje. Een enorm konijn, man. Ja, hè? Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En dat zoemde heen en weer. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En dat zoemde heen en weer. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En dat zoemde heen en weer. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En dat zoemde heen en weer. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Nou, wat heb jij? Je hebt ook goed, hè, al die gebaren. Zo, man. Nou, ja, en dan voor de eerste keer. Nou, voor de eerste keer, ja. Nou, hartelijk bedankt voor deze geweldige, optreden. Ja. Nou, dan gaan we nu zo lekker eventjes die moorkop. Ja, anders worden ze maar zweterig. Ja, precies. Nou, dit was het. Ja. Leuk dat je er een keertje bij was. Ja, vond ik ook leuk. Ja. Wil je nog wat zeggen? Nee. Nee? Oké, okay, nou, dan gaan we afsluiten. Ik heb toch de kans niet. We sluiten af, en tot de volgende Happy Tijd! Doei. We zijn begonnen. Er wordt al een beetje gejamd, hè? Ja, want we hebben een nieuwe band in, de Happy Tijd Show. Het is hier ontstaan. Ja. De vonk is hier overgesprongen. Ja. Tussen Frans en Nico. Ja, de creatieve vonk. De vonk, ja. En er zit ook een vonk naast mij. Hier, ja. Ja, dus, ik ben afgelapt. We mogen de... De bandnaam mogen we gaan bekendmaken. Bekend maken. Dus en het is een naam met de letter... Heel verrassend. Wat zou het zijn? De letter H. Even denken. Met de letter H. Iets misschien met de H. Met de link naar onze show. De Happy Peppy. De Happy de Peppies. Hier zijn ze voor het eerst. Nou ja, eigenlijk niet, maar nu officieel. Als duo. Happy de Peppies. It's 9 o'clock on a Saturday. The regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love with his tonic and gin. He said, "Son, can you play me a melody? I'm not really sure how it goes.
but it's sad and it's sweet, and I knew it complete if I were a younger man's clothes. Oh la, la di di da, la da di di da. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight, 'cause we're all in the moods for a melody. You got us feeling alright. Well, John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or a light of your smoke, and already the text Stephanie. And daarom zijn wij Happy Penny Band, yeah. En zingen wij voor jullie dit lied. Vergeet niet de mooie dingen hier, nee, vergeet ze dagelijks niet. Hallo! La 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 la. Ik denk dat er ook binnenkort een fanclub komt. Ik hoor gerommel, gestommel. Er komt van alles en iedereen binnenlopen. Komt er weer iemand uit de kelder? Er komt ook weer iemand uit de kelder. Oh, kijk nou. Oh, en ja, wat is het? Een soort hippie uit de... Flashy Dancy. Ja, Fame. Ja. Fame. Ja. Kennen jullie Fame nog? Ja. Geweldig. Nou, we hebben een groot deel van de cast hebben we hier in de studio. Ja. En graag jullie aandacht ervoor. En ze gaan allemaal in spagaat. En ze, want ze zijn allemaal van elastiek. Ja. Fame!
want ja, precies. Het is warm geworden in de studio. Ja, ik moet even nodig even afgelapt worden, dames en heren. Geweldig, geweldig. Zo, nou. Wat een energie, wat een energie. Wat een energieke uitzending, hè. Prachtig. Ja. Nou, wij lappen af. Ja, wij gaan aflappen. En mensen, heel graag tot de volgende keer. Bij de Happy Tijd Show. Ja, doei! Van de Happy Tijd Show. Ja, ja, ze zijn er weer. Zitten we al in de uitzending? Ja, we zitten al in de uitzending. Nou, we zitten nog even de krant te lezen. Ja, ja, even lekker moet ook gebeuren, hè? Ja, daar staat niet echt heel veel in, hoor. Nee, zo die plaatselijke krantjes, diamanten, nee. Bruidspaar, ja. Nou, ja. Beetje gezellig, lekker eten zie je. Ja, nou. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, hey, jullie zijn de krant aan het lezen. Ja. Jullie hebben hem ook, de Noordwijker. Ja, maar het staat niet echt heel veel in. Nou, nee, er staat niks. Nee. Deze keer is het wel heel leuk hoor, wat erin staat. Echt waar? Ja, jullie staan erin. Nee. Nee. Ja, echt waar? Nee. Ja, zeker. Maar ik laatste heb nog niet... laatste bladzijde. Oh. Ja, de laatste bladzijde, ja. Ja. Ja, je bewaart het lekkerste altijd voor het laatst. Ja, klopt, klopt. Maar ik dacht, dat gaan we vieren. Dus ik heb lekker een stukje taart voor jullie meegenomen. Kijk jij even dat stukje. Kijk jij naar het taartje. Ja, kijk! Daar sta je. Waar? De Happy Tijd Show! Oh, nou, nu zijn we echt beroemd aan het worden in het hele land. Jullie zijn echt BN'ers. BN'ers? Ja, dan worden we allemaal gevraagd om in televisieprogramma's te zitten. Maar daar hebben we geen tijd voor. Want we hebben ons eigen programma. Ja, we zitten in de Happy Tijd. Oh, nou, wat leuk zeg Willeke. Ja. En jij hebt dat kunnen regelen? Ik heb contact gehad met de journalist van de krant. Die vond het zo leuk wat jullie hier doen. Met jullie eigen Happy Tijd Show in het Bergjournaal. Die zei, daar gaan we een stukje voor schrijven. Nou, hartstikke leuk. Ja, nou, dankjewel. Applaus voor Willeke. Oh, ja. Ik zit even te snijden, want er was zoveel morgen even door midden. Ja. Ik had een soort zo, hè? Ja. Ja. Je zit gewoon echt ook live in de show. Ja, dat is echt wel heel leuk. Ja. Ja. En er staan volgens mij ook al artiesten klaar. Ja, die staan daar. Die staan daar. Ja, daar komen de artiesten. Dat moet ik hebben, bedankt hoor. Dag, bedankt. Je weet de weg, hè? Dus gewoon trap ik je af naar de beneden. Ja. Sta ik hier te doen, Niesuts? Wat was ook weer de bedoeling? Oh, artiesten. We hebben net artiesten aangekondigd. Ja. Dus ik zou zeggen, doe een dansje. Ja, doe een dansje. Doe een dansje. Hebben we niks anders? Iets van... Je kunt toch zingen of zo? Snip en Snap. Oh, Snip en Snap, ja. Nou, ja, ben jij Snip? Wie is dan Snap? Ja, dat snap ik toch niet. Oh, dat ben ik. Ben ik. Oh. Niet, het komt op. Want dan kan ik niet alleen. Ik snap het nu al niet meer. Nee, ik snap het ook niet. Maar ik ga eventjes... ik snap het wel. Naar het artiestengedeelte. Ja. Oké. Ken je dat nummer? Ja, Snip en Snap. Ja. Het gaat zo van... Want... Snip snap niet wat Snap snapt. En snap die was snip-snap. Als snip-snap-snap en snap-snap-snip verdwijnt een snip- en snap-begrip. Maar snap niet wat snip-snap. En snip-snap niet wat snap-snap. Als snip-snap-snap-snap-snip-snap. Nou, Chef Kok, ik wil, ik vind eigenlijk, het begon wel aan. Ja, het begon heel leuk. En toen bracht jij die fout met dat tweede liedje. Ik krijg altijd de schuld. Maar in deze liet jij toch echt een paar steekjes vallen. Ja. Nou, niet zo. Ik zou zeggen, ga lekker zitten maar, hier. Nou, was dit het? Dit was het, ja. Oh, nou. Ja. Fantastisch. Ja, vond je het leuk? Ja, nou, ik denk dat we de krant daar hier niet mee halen eigenlijk. Nou, vooral Chef Kok eigenlijk dan. Ik vond mezelf wel vrij tekstvast. Ja, jij was wel heel goed. Maar dit is best een ingewikkeld liedje. En dat wordt eigenlijk gezongen door de echte Snip en Snap. Oh, jullie waren niet echt. En wij zijn bezig, we hebben contacten met de echte juffrouw Snip en juffrouw Snap. Dus die komen hopelijk over een paar weken in de Happy Tijd Show.
Met Morkel. Ja, wie weet. Maar we moeten verder met de uitzending. Ja, want ze staan al klaar. Ja, ze staan al klaar. Ja, we hebben echt een heel vol programma met heel veel mensen. Met gitaristen en basgitarist en allemaal zangeressen. Ja. En? Zullen we beginnen? Ja, laten we maar beginnen. Ja, enorm applaus voor de Colettas. Allee! Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei: leef alsof het de laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef. Pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich gewerkt had in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander in geruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei: leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en leef, alsof het de laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en leef. Alles wat je kan. Ja, Nou, wat nemen we? Ja, het zit niet veel op vandaag. Helemaal niks. Maar dat hindert niet. Is niet want erg. We gaan nu snel door. Nou. Ja, en we zeiden het al. We hebben een bomvolle studio met heel veel artiesten. Want hier zijn namelijk de Gloria Gaynors van de Waterman. Ja. Met I Will Survive. Yeah. Oké, en daar zijn wij dan. Wij gaan jullie een dansje leren. Wij zijn van de United States. Dat zijn mijn dansers. Die assisteren mij altijd heel vrolijk. Jullie doen wat ik zeg. En wij beginnen zo meteen met het dansje. Vier sidestep rechts, vier sidestep links. Dus ga goed opletten. Waar komt ie? Vier. Twee. En die zo linkerkant. Voor vier. Drie. Twee. Oké, en stop! Nou, dan gaan we kijken of we jullie het volgende stapje aan kunnen. Stap, knie en laag. Stap, knie en laag. Stap, knie en laag. Stap, knie. Oké, dan met muziek. Daar gaat je. Oké, daar komt de introductie weer. Dan kunnen we even naar de danseressen kijken. Die zijn helemaal warm. From the United States. Yes, yes, yes. Ah, she's from Russia. She's from Russia. Dat is onze Svetlana. Oké. Letten jullie goed op bij de eerste stappen? We zetten alles achter elkaar door. Komt-ie. Vier sidestep. Vier. Drie. Twee. En wissel links. Ja, daar gaat-ie. Vier. Drie.
2. En dan komt hij. Stap, knie. Stap, knie. En laag. Stap, knie. En laag. Stap, knie. En laag. Stap, knie. En nu gaan we lunches. Ja, zet hem door. Oké. Okay. Oké. En na die lunches weten jullie het nog. Even een stop. Na de lunches weten we het nog. Dan gaan wij gelijk door naar voren. Niet 1 keer. Nee. Niet 2 keer. Nee. Maar 3 keer. Oké. En na die 3 keer gaan we draaien. We maken ons zo lang mogelijk. We rekken dat lijf lekker op. Appetee. En weer die andere kant. Nou, dan zijn we bijna aan het begin van het nummer weer. Daar komt ie. Hoe is het met onze danseressen achter ons? Oké, dat gaat helemaal goed. Het zweet zat alweer op de bovenlip, maar dan zijn we goed warm. Het introductietje, ja. Gaat het goed? Zweet op die bovenlip, yes. Oké, daar komt hij weer, hè. Let op, zijn we warm? 4, start, step, rechts. 4. 3. 2. En wissel links. 4. 3. 2. Stap, knie. Stap, knie. En laag. Stap, knie. En laag. Stap, knie. En laag. Stap, knie. Lunches. 4. Boodschappen gaat hoor. Ja, ik denk dat ik weer eventjes... Dat gaat nergens over. Nee, dat gaan we gauw doen. Dan is het voor vandaag weer genoeg. Ja, dan gaan we afsluiten. We gaan hamsteren. Ja, moorkoppenhamsteren. Ja. En we hopen dat jullie het een leuke uitzending vonden. Wij wel. In ieder geval, tot de volgende keer. Tot de volgende Happy Tijd. Doei. Dag hoor. Goedemiddag, avond. Het maakt niet uit. Als het maar goed is, hey, leuk dat je er weer bij bent bij de Happy Tijd Show. En overal, hè? Ja, ja. Ja, Rijnsburg. Ja, Rijnsburg. Ja, Rijnsburg, ze schieten de kijkcijfers. Ja, ze hebben ons ontdekt en ze hebben wat voor de deur gelegd. Oh, kijk eens aan. Ja. Rijnsburgse disco. Disco-zwemmers. Ja, van Frank en Miranda hebben we die gekregen. Oh, hey, wat lekker. Dankjewel, Frank en Miranda. Ja, nou, ja, ja. We gaan beginnen, want ze staan al klaar, hè? De, ja.
de Coletta's. Ja. En die hebben vannacht zo raar gedroomd. Ja, echt waanzinnig. Een waanzinnig applaus voor de Coletta's. Wou ik net zeggen, ik heb ook waanzinnig gedroomd. Ik heb over Teddy gedroomd. Oh. Ik mis haar. Ja. Ja, waar zou ze zijn? Jij weet het ook niet. Nee, ja, dat verhaal dat ze schoonmaakt in Leiden. Ja, ze is weggetoverd door Gerard Klok. Ja. Maar ik ga haar zoeken. Ja, ja doe dat ik maar. Ga zoeken. Ja, doe dat maar. Nou, ja. Dan ga ik eventjes de uitzending uit. En ik ga Teddy zoeken. Ja. Doei. Hey. Ja, hallo. Nou, ik heb net de stoel vrij. Oh, lekker. Ja. Kom erbij. Eindelijk is een stuk presentatie waar je mee, iets mee kunt of zo, weet je wel. Ja. Ik heb geen idee, maar... Je hebt geen idee? Nee, nou, nee, ik weet het gelukkig wel, want er staan twee prachtige dames voor ons klaar. Oh, altijd goed. Ingevlogen, letterlijk ingevlogen vanuit Schiphol. Oh. De dames van de KLM. Oh, de dames van de KLM, oh. Laat maar komen. Alle passagiers even luisteren, hier volgt de mededeling. Hallo, 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 hallo. Hier is your captain speaking op de radio. We gaan een beetje heen en weer. Want de motoren doen het allebei niet meer. We hebben ook een lekker band. En heel het station is volledig uitgebrand. Lachen zich rot.
meisjes van de KLM. Prachtig. Ja. Om te zien alweer. Onze blauwe trots. Ja. Ja, en waar we ook trots op zijn. Nou? Ja, ik, nou, tenminste, ik ben er trots op. Hoop jij ook op Jos en Guus. Jos en Guus. Oh, natuurlijk, ja. Ja, natuurlijk, die gaan ook weer een heel mooi nummer voor ons spelen. Waarschijnlijk wel. Ik heb hem nieuw papier staan. Wat gaan jullie voor ons spelen? Sammy. Ja, van Ralf. Sammy. Kijk omhoog. Ja, klap maar een beetje. Sammy, loop niet zo gebogen. Denk niet dat ze je niet mogen. Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Oh, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy, loop niet zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de straat? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, dommerdom met Sammy, dag, Sammy, kromme Sammy. Kijkt niet om zich heen en doet alles alleen en vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Waarom voel je je verloren, Sammy, hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daarboven lacht de maan. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy van de straten, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme Sammy, dag, Sammy, domme Sammy. Kijk niet om zich heen en doet alles alleen en vindt de wereld heel gemeen. Sammy, loop maar door de nachten op een wondertje te wachten. Waarom zou je niet verzachten, Sammy, want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Och, Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is één die van je houdt. Oh, tranen trekken. Ja, het is toch altijd fijn als er één iemand minimaal van je houdt. Ja. Ja, niks te veel gezegd, hè? Trots, helemaal, nee. Trotse uitzending hebben we gehad. Ja. Dan zijn we ook alweer aan het eind van deze uitzending. Dus hier vanuit het Mediapark gaan we je groeten. We sluiten af en heel graag tot een volgende keer. Ja. Doeg! Ja, hallo. We welkom zijn er allemaal. Weer. Ja. Welkom. Wat zie je er flitsend uit? Ja, ik denk, ik doe vandaag mijn discobril lekker op. Oh, ja. Hebben we dan ook lekker ja, disco, zeker. Ja, muziek? We gaan lekker dansen op de muziek van het Sender in Hartfieber. Ja. Een beetje calorieën verbranden, want we hebben weer wat voor de deur gevonden. Oh, lekker zeg. Ik weet eigenlijk niet van wie, maar... Weer van Frank en Miranda uit Rijnsburg. Nou, wie weet. Lekker hoor, heerlijk. Zou zomaar kunnen. Ja. Nou, ik kan niet wachten gewoon. Nee. Ja, ik heb echt helemaal zin in. Ik heb de pasjes. We gaan gewoon lekker beginnen. Ja, we gaan gewoon lekker beginnen. Ja. Doe je ook mee? Ik doe ook mee. Ja, want ze staan al in de Saturday Night Fever, meisjes. Ze staan al in de studio. En dan gaan we starten.
alles los, nou, alles schudt, alles doet. Ja. Ja. En wij, wie wij ook bij alles los zit en schudt. Ja, we hebben er al vaker in de studio gehad. Oh, ik weet het al. Ja, je weet het al. Ja, ze heeft een enorme pluspunt deze. Ja, die scoort ze iedere keer, iedere uitzending die weer. Die pluspunten worden steeds groter. En je aandacht graag voor Dolly met Jolene. Ah, Dolly Parton! Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Eten? Draai maar. Ik denk, ik dacht bloemkool. Oh, ja. Nou, lekker. Ja, ja. Ja, nou, nee, nou, dat is een grapje. Ja, dat is een grapje. Oh, ja, je bloemkool. Ja, ja, lekker, lekkere grote bloemkool. Ja. Nou, dit was Dolly met Jolie. En dan gaan we nu, ja. Ja, sorry, het valt een beetje laat. Ja, het valt een beetje laat. Ja. Maar, ja, dan gaan we toch maar weer naar de Happy Tijds Trots. Naar Jos en Guus. Ja, zeker. Zingen iets heel moois van Toon Hermans. Ja. En jij hoort bij mij Jos en Guus. Oh. Jij hoort bij mij. Zoals toreros bij Spanje. En een rietje bij de Ranja. Zo hoor jij mijn schat bij mij. Ja, zo hoor jij bij mij. Jij hoort bij mij. Zoals het toeten bij het blazen, het gedonder in de glazen. Zo hoor jij, mijn schat, bij mij. Ja, zo hoor jij bij mij. Daarom die tango, die zegt het zo definitief. Daarom die tango. Jij hoort bij mij, zoals de berm hoort bij de zachte en de herdertjes bij nachten, zo hoor jij mijn schat bij mij. Ja, zo hoor jij bij mij. Jij hoort bij mij, zoals het eitje bij een doppie. Ik hoor bij jou, zoals de
Donau, mij zo blauw. Jij hoort bij mij zoals het oortje bij het kopje. En net zoals jij bij mij, mijn schat, zoveel hoor ik bij jou. Jij hoort bij mij, zoals de hodel bij de bodel, de Tiroler bij de jodel, zo hoor jij, mijn schat, bij mij. Ja, zo hoor jij bij mij. Jij hoort bij mij, zoals het nemen bij het geven, en langs al die hoort bij het leven, zo hoor jij, mijn schat, bij mij. Ja, zo hoor jij bij mij. Daarom niet tango, die zegt het zo definitief. Daarom niet tango, die zegt toujours, ik heb je lief. Jij hoort bij mij, zoals Parijs hoort bij de Seine en Marlène bij d'Urbaine, zo hoor jij, mijn schat, bij mij. Ja, zo hoor jij bij mij. Ik zou zo graag iets van de liefde willen schrijven. Geen stenen bruidsbed, maar een hemelbed van blauw. Maar ach, ik zal waarschijnlijk te voorspelbaar blijven. Want als ik aan de liefde denk, denk ik alleen aan jou. Nou zeg. Ja. Hebben we nog meer of is de koek op? Ja, nog niet echt. Nee, de koek is maar, nog niet op. We gaan er lekker aan beginnen. We sluiten hierbij de uitzending af. Ja. Ik zit nog een beetje met bloemkool in mijn ja, hoofd. Ja, we gaan maar... lekker eten. Lekker een grote bloemkool. Lekker naar de groenteboer bloemkool eten. En we wensen je een hele fijne dag verder. En heel graag tot de volgende keer. Hoi! Daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe Happy Tide Show. We hebben er zin in, hè? Nou, ontzettend. Ja, we hebben heel graag programma. Ja, ik hoor al iets in de... zo, Teddy. Ik hoor iets uit de kelder. Heb je Teddy? Daar heb je... Goedemiddag. Wat is het? Goedendag allemaal. En wie bent u? Jullie. Wie zijn wij? Wij zijn van de... Wij zijn de hosts van deze show. Ja, de host van welke show? Van de Happy Tide Show, kent u die niet? Van de Happy Tide Show? Ja, daar kijk ik toch elke keer naar. Weet je wie ik wel ben? Nee, dat mag ik vragen. Maar dat hoeft dan niet meer. Ik ben Wilfried Weiland, de broer van Martien Weiland. Nou. Oh, en... Ja! Kent u dan ook de Happy Tide Show? Ja, wat goed! Oh. Dat is zo goed! Zelfs in Frankrijk dus. Ja, dan woont ook op een kasteel. Ja, ik woon op Château Teylingen. maar Meiland die woont in Frankrijk en ik woon in Château Teylingen. Oh, nou, ik zou zeggen, dat doet u gezellig. Welkom bij de club. Ja, kom even kijken. Ja, ik kijk. Ja, dacht... We hebben namelijk iets uit... Hele oude doos. Uit de oude doos. Vreselijk afgestoft, maar kennen jullie het de Snip en Snap, de dames Snip en Snap? Ja, die zijn uit begin vorige eeuw, maar we hebben hun dochters. Ja, drie nazaten van de echte Snip en Snap. Ja! Yeah! Want Snip snapt niet wat Snap snapt. En Snap snapt niet wat Snip snapt. Als Snip snap snapt en Snap snap snip, verdwijnt het Snip en Snap begrip. Maar Snap snapt niet wat Snip snapt. En Snip snapt niet wat Snap snapt. Als Snap snip snapt en Snap snip snapt, verdwijnt het Snip en Snap begrip. Voilà. En nogmaals, voilà! Helemaal fout. Wat ging dat snel allemaal, dames. Ja, dat zien we ook nog heel goed uit. We kunnen echt zien dat het de dochters van
Snip en Snap. Snip en Snap. Ja. Willy Walter, Pieter. Het is maar goed dat we geen reclameblok hebben, want anders hadden we de Tena Ladies en weet ik het wat allemaal voorbij zien komen. Dat hebben we gelukkig. Ja. Cola, cola, cola. Cola, 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 ja. Ja. Oh, we krijgen gelijk een nieuwe... Jong vers bloed, maar wil je misschien even met je telefoon? We zitten in een live uitzending. Ja, ik moet toch optreden? Ja, maar ja, dat doe je niet met een telefoon in je hand, toch? Ja, we schieten van begin vorige eeuw naar gelijk naar anno 2020. Tijden, ja. Ja, hier is zijn kinderen voor kinderen. In een schrik. Waarom zijn er zo weinig figuren zoals ik? Ik ben iemand die nooit mokkert en nooit grond. En ik zal je eens vertellen hoe dat komt. Ik word altijd wakker met een meisje in mijn hoofd. Dat de hele dag te zingen en te fluiten. Elke morgen wakker met een meisje in mijn hoofd. Als ik binnenkom dan rinkelen de ruiten. Het is gewoon. Je ziet nooit iemand blij zijn, je hoort alleen gezeur. Nee, dat zou niks voor mij zijn, te donder op uw deur. Zelfs wanneer het buiten regent dat het giet, zing ik opgewekt het allerhoogste lied. Want ik word altijd wakker met een meisje in mijn hoofd. Wat de hele dag te zingen en te fluiten. Elke morgen wakker met een meisje in mijn hoofd. Toch spontaan, super vrolijk. Ja, van. Nou, ja, mijn dag kan niet meer stoppen. Nee, mijn ook niet. Nou, ik denk dat we iemand zo meteen hebben in de studio die iets beter en toonvaster met een muziekinstrument om kan gaan dan jij. Sorry. Oh. Niet nut, het spijt me. Oh. Het spijt me. Nou, ja. Ja. Het spijt mij ook. Want, maar ik begrijp het wel. Je begrijpt het wel, hè? Ja. Want we hebben er al eerder in de studio gehad. Ja. Klaas Visser wordt weer blij. Ja, want zeker. Is de grootste fan. Ja. Want we hebben weer iemand uit het orkest van André Rieu. Ja, André, ja. Nee, we zitten eigenlijk Nienke. Nienke, ja. Gaan we al beginnen? Wat gaat ze voor ons spelen? Nou, ik weet iets van Beethoven, denk ik. Iets klassiekerigs met een leuke moderne tint.
Wat goed! Ja! Ik denk ook dat ze van tevoren even flink aan het wijnen is geweest. Ja, want ze had energie en souplesse en wat al niet meer. Nou, heel veel meer. Heel veel meer, ja. Ja. Nou, ik hoop dat u het een beetje naar uw zin heeft gehad, nou, meneer. Fantastisch. Weiland, hè? Ja, goed, ja. Maar meneer Weiland was de naam, toch? Wilfried Weiland. Wilfried Weiland. Uit Château Teylingen. Ja, Château Teylingen. Château Teylingen. Nou ja, jammer dat hij niks bij zich had voor de koffie. Nee, koffie. Ja. Dat vinden we dan wel fijn als je volgende keer even iets uit het kasteel. Iets lekkers meeneemt. Ja, dat is goed. Ja. Wat goed. Ja. En als je thuis natuurlijk nog zegt van joh, ik heb nog wat in de kast liggen of ik loop even langs de bakker. Altijd welkom en zet maar voor de deur neer en we zullen het met liefde voor je opeten. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei.